Het stafcollectief van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft het vertrouwen in minister Lilian Ferrier opgezegd. Dat is vandaag tijdens een persconferentie in het ABO-gebouw meegedeeld. De stafleden zijn vanaf vorige week donderdag in actie, omdat de houding van de bewindsvrouw hen niet bevalt. De ontheffing van onderdirecteur Muriel Hoepel is de druppel die de emmer deed overlopen. Als leidinggevende zou ze volgens de minister meerdere misstappen hebben gemaakt. Zo zou Hoepel betrokken zijn geweest bij malversaties die zich hebben voorgedaan op het examenbureau. Dit is een van de redenen waardoor Ferrier haar niet meer wil gebruiken. Hugo Blanker, voorzitter van de Confederatie van Organisaties van Landsdienaren, COL, waaronder het stafcollectief valt, zegt dat deze beschuldiging met onjuiste argumenten zijn onderbouwd door de minister. Hij meent daarom dat Ferrier de regering opzettelijk heeft misleid. Het eerste wat je moet doen als je iemand beschuldigt en die persoon gaat straffen, is de persoon moet... Bij jullie is het hoor en wederhoor. Je moet die persoon horen. Die minister zegt, ik heb het niet gehoord. Wij vragen minister, maar wat is de aanklacht? Heren en dames, u bent van de pers. En als de minister tegen je zegt, van ja, er is een kwestie van 330 computers. Er is een kwestie van 330 computers. Dan ga je natuurlijk wel even schrikken. Oké, okay, sorry, die brief was woensdag 11 uur ontvangen in plaats van 2 uur. Maar ja. Dan ga je in elk geval, die minister zegt, er is een verhaal van 330 computers. En wij zitten daar. Van, zijn we niet goed geïnformeerd? Hoe ga je het doen? Ja, en behalve dat, er is een kwestie van, wat was die andere kwestie? Er is een kwestie van selectie van voor vacatures. Toen hebben we gevraagd aan de minister, is de directeur op de hoogte? Die minister zegt, hier ben ik misschien onduidelijk weer hoor. Die minister geeft de indruk aan mij van ja. En de directeur die daar is, die zegt, nee, ik ben niet op de hoogte. Dus de raad van minister is misleid. Het is valsheid in geschriften. Gino Sabayo, voorzitter van de Bond Personeel van het ministerie van Onderwijs, BPMO, zegt dat Ferrier geen goede personeelsbeleid uitvoert. Hij zegt dat de minister te hoogmoedig en arrogant is. Heb ik begrepen dat heel wat beschikkingen op tafel bij de liggen, dat ze moet afhandelen. Het is een tekentje van de handtekening en dat komt maar niet. Ze moet eerst gaan lezen en als ze het goed vindt, dan pas. Als ze het niet goed vindt, moet het terug. Want ik heb ook begrepen toen ad interim meneer Misikaba bezig was met het bevorderen van dat soort zaken, is ze met spoed teruggekomen van de ziekte. Dus we zitten met deze dilemma van deze minister. Ze is verschrikkelijk ongeloofwaardig geworden voor mij. Dus. En ze wordt boos, net wat meneer Blankra zei, dat ze mij ook niet aan tafel wil zien, omdat ik specifiek met de PUW in de hand de vragen stel aan haar. Hoe ze tot conclusies kan komen zonder dat door te nemen. Dus naar ons personeelsbeleid toe, ik merk er niets van. Integendeel zien we dat er zaken gebeuren, want als ze diensthoofden betichten van het niet uitvoeren van zaken, of correct uitvoeren van zaken, worden die mensen dan gezien als vijand. Gino Sabayo, voorzitter van de BPMO, vandaag tijdens de persconferentie van het stafcollectief van het ministerie van Onderwijs. De stafleden hebben deze bijeenkomst bekendgemaakt dat ze het vertrouwen hebben opgezegd in onderwijsminister Ferrier.